Welk gevoel overheerst nou na een punt in Enschede? Een tevreden gevoel, maar ook een eigenlijk een gevoel dat we er meer uit hadden kunnen halen. Een wedstrijd waar eigenlijk alles in zat. Begon uitstekend, eigenlijk het eerste kwartier. Initiatief, kregen kansen. Alleen ja, de goal viel aan de andere kant. Ja, dat is dan even een tik. Hadden we het even moeilijk. Ja, precies. In Milan gebeurt precies hetzelfde. Dan mis ik een kans. En kort daarna ligt hij aan de andere kant in het doel. Is het een winstpunt wel? Ja, toch wel. Ik denk dat als je uitspeelt tegen Twente, dat het heel moeilijk is. En, ik denk als je twee keer achterkomt en nog twee keer terug kunt komen, is het wel een winstpuntje. Rust ook aangeven, blijven op dezelfde manier voetballen. En dan de kansen wel afmaken. Nou, dat deden we. In plaats van de 2-1 te maken, die kans kregen we hem tegen. Dus ja, dan wordt het natuurlijk in de uiterste heel erg moeilijk. Maar ja, complimenten hoe ze gestreden hebben tot het laatst. En ik denk ook dat een wedstrijd waar alles in zat, maar waar een gelijkspel een terechte uitslag was. Even naar de doelpunten, de gelijkmaker. Het was een van de weinige echte acties die je kon maken ook. Ja, precies. De laatste tijd gaat het wat moeizaam, maar ik probeer mezelf weer op de rit te krijgen. En ja, je moet het blijven doen, anders ga je het helemaal niet meer doen. En dat zijn juist mijn kwaliteiten, dus ik blijf het ook doen. Alleen, ja, nu gaat het wat moeizamer. Alleen, ja, ik ga het wel weer goed oppakken. Geldt datzelfde eigenlijk ook voor de goal die je maakt? Naar binnen en van afstand schieten en dan misschien met een beetje... Werd van richting veranderd, of niet? Ja, werd van richting een beetje veranderd, klopt. Ja, dat ook, dat soort dingen zijn mijn kwaliteit en dat hoor ik ook een paar keer per wedstrijd te doen. Daar werk ik ook aan. Soms hadden we goede fases en fases dat het wat minder makkelijk ging. Nou, de tweede helft denk ik dat we nog meer het initiatief hebben genomen. Maar ook wat nauwkeuriger waren in bepaalde fases om Twente ook daar te houden. Nou, en aan het einde van de wedstrijd kost dat natuurlijk heel veel kracht. En toen had Twente nog wel een paar gevaarlijke uitvallen. Maar ik ben tevreden met de prestatie van het elftal. Er wordt veel gezegd, we zijn jong en zo. Maar ik vind dat dit heel volwassen is als je twee keer terugkomt van de achterstand. En dat moeten we erin houden.